Put your flags up in the sky. Goedenavond vanuit Estadio Beira Rio in Porto Alegre. Het is 1 uur lokale tijd. Het is 6 uur bij u. En Nederland staat klaar voor de tweede wedstrijd in het wereldkampioenschap 2014. Terwijl Robben er nu vandoor gaat. Robben tussen twee man door. Robben gaat zelf. Het scoort! Het is 1-0! Het is Arjen Robben! Arjen Robben met zijn derde treffer. Aan de rechterkant is het Van Persie die ook de aandacht op zich voor zich opeist. Ik had niet verwacht dat we na 20 minuten zouden zeggen dat we Oranje met 1-0 voor zou staan. Ja, omdat de eerste 19 minuten. Omdat het al de 19 minuten was, ja, hè? Ja, ja, precies. Hier komt Kael op. Pas aan, gaat erin! Het is 1-1! Onvoorstelbaar! Die bal wordt gegeven. Het is Kael die de bal erin knapt met zijn linker. En het is zomaar 1-1! Het spel van het Nederlands elftal zal echt heel anders moeten zijn in de tweede helft. Want anders krijgen we... Nou, weer Kael. Als hij nou geen kaart krijgt, dan ben ik er klaar mee. Ik kan het niet zo heel goed zien waar hij nou geraakt wordt. Maar hij komt ook nog eens een keer heel ellendig op de grond terecht. Schouder. En ik denk dat... Dat veel pijn heeft. En dat hij ligt wel op de brancard. Hij is al vastgesnoerd. Daar gaan we afscheid van nemen. Wegkoppen van Jamma, het is niet goed. Bozanić met de kant van de rand van het 16 meter gebied. Kan hij de bal voorgeven, gaat hij tegen de hand van Jamma. En dan schrijft hij de penalty. Het is ongelooflijk. Laat nou eens zien dat je de beste doelman van Nederland bent. Laat nou eens zien dat je de penalty killer bent. Laat nou eens zien dat je op het beslissende moment zo'n bal eruit kan ranselen van die spits van Crystal Palace. Daar komt de aanloop van Jerry Lenten. Hij gaat erin. De Sneijder in balbezit, binnen Depay. Depay rand 16, speelt die mannen van Persie. Ja! Het is 2-2! Het is 2-2! Je moet dit soort gasten toch opvreten! Depay maakt hem. Hij krijgt die bal een meter of 3-4 buiten het strafschopgebied. Hij legt hem voor zijn rechterbeen en hij haalt uit. En die keeper kan er niet bij. Australië gooit nog een keer. Of is het afgelopen? Ja, het is afgelopen. Het is over en uit deze wedstrijd. We zien nog net eventjes een glimp van de koning. Die applaudisseert samen met de koningin voor deze prestatie van het Nederlands elftal. Ging het makkelijk? Nee. Was het goed? Nee, verre van dat. Maar is er een resultaat gehaald? Ja.